De provincie Zeeland bestaat 200 jaar. Maar de geschiedenis van dit gebied is al veel ouder. Een jaar lang de kanon van Zeeland. Met deze week Michiel de Ruiter. Michiel de Ruiter is veruit de beroemdste zeeuw van Nederland. De Vlissinger is onze bekendste zeeheld en staat symbool voor de talloze zeeoorlogen die de Republiek in de 17e eeuw uitvocht. Dit is de Sint-Jacobstraat in het centrum van Vlissingen en dit is een van de straten waar misschien het geboortehuis van Michiel de Ruiter gestaan zou kunnen hebben. Maar er zijn 6 plekken waarvan we denken dat daar misschien het geboortehuis is geweest. Het enige wat we zeker weten is dat hij op een steen waarop Van de Haven is geboren. De haven van Vlissingen. In de tijd van Michiel de Ruiter het centrum van de koopvaart, kaapvaart, walvisvaart, visserij en marine. En de plek waar sinds 1841 zijn imposante standbeeld staat. Ja, hier zijn we bij de Sint-Jacobskerk, de Sint-Jacobstoren. En Michiel was een echte kwaai jongen, zo gaat het verhaal. Hij werd van school getrapt en hij heeft die hele toren beklommen omdat hij de zee wou zien, want hij ging al vroeg varen. Al op zijn 11e vertrok hij voor zijn eerste zeereis en er zouden er vele volgen. Handels- en kaapreizen, waar hij veel geld mee verdiende. Als Michiel de Ruiter 44 jaar is, komt hij terug van een lange zeereis. En zijn tweede vrouw, Neeltje Engels, is al 3 maanden dood, overleden door ziekte. En hij had al eerder zijn eerste vrouw ook al verloren. Dus hij besluit het rustig aan te doen, niet meer te gaan varen. Hij koopt een mooi huis, het staat hier achter me, de gekroonde liefde. En hij trouwt met Anna van Gelder. En samen besluiten ze om een rustig leven te gaan leiden. Maar na het uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog, nog geen jaar later, deed de admiraliteit een klemmend beroep op hem, als bevelhebber. En met tegenzin, maar vol vaderlandsliefde, ging hij toch weer in zeedienst. Het was het begin van een nieuwe loopbaan, met uiteindelijk de hoogste functie in de marine, die van luitenant-admiraal-generaal. En hij werd op slag beroemd. In zijn eerste zeeslag versloeg hij de veel beter bewapende Engelsen bij Plymouth. De Ruiter liet ook de Nederlandse vloot moderniseren. Betere en snellere schepen. En hij introduceerde het in linie varen, alle schepen achter elkaar. En niet, zoals daarvoor, een gevecht van schip tegen schip. En in de jaren daarna voegde hij daar de ene na de andere glorieuze overwinning aan toe. Met zijn eigen vlaggenschip, de 7 Provinciën, wist hij de Engelsen in 1666 glansrijk te verslaan in de Vierdaagse Zeeslag. Dit was vroeger ook een van de havens van Vlissingen. Michiel de Ruiter is van hieruit vaak vertrokken voor verre zeereizen en zeeslagen en ook weer teruggekeerd. En is hier ook binnengehaald als held na afloop van de Vierdaagse Zeeslag. En toen moest de beroemde verovering van het Engelse vlaggenschip de Royal Charles op een rivier bij Chatham, diep in vijandig gebied, nog komen. Evenals de dubbele zeeslag in 1673, waarin de Ruiter de veel sterkere vloot van Engeland en Frankrijk zoveel schade wist toe te brengen dat een invasie en bezetting van ons land werd voorkomen. De Ruiter werd een levende legende en bij alle admiraliteiten hing een portret van hem aan de muur. Als een vorst werd hij geëerd. Nou, dit is het dan. Het prachtige schilderij van Michiel de Ruiter, origineel van Ferdinand Bol. Met een prachtige pronklijst en je ziet hier dat hij hier in al zijn glorie opstaat. De Zeeuwse zeeheld, de Nederlandse zeeheld, Michiel de Ruiter. Michiel de Ruiter stierf uiteindelijk in het harnas, zij het indirect. Een Franse kanonskogel schoot zijn linkervoet eraf en verbrijzelde zijn rechter. Een week later, op 29 april 1676, overleed hij. We zijn hier bij het doodshemd van Michiel de Ruiter. Hij heeft een prachtige grote begrafenis gekregen in Amsterdam. En wij zijn gelukkig dat wij nog steeds zijn doodshemd mogen laten zien aan het publiek. Hij kreeg een praalgraf.
Mooier en grootser was er nog niet voor een Nederlandse admiraal ontworpen. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam, toen al jaren zijn woonplaats. We staan hier bij de kazematten bij het Keizersbolwerk van Vlissingen. En Michiel de Ruyter is hier waarschijnlijk vaak uitgezwaaid door Anna van Gelder als hij op reis ging. In de kazematten die dit jaar opengaan, gaan wij het verhaal van Michiel de Ruyter vertellen vanuit de ogen van Anna van Gelder. Met zijn vele en glorieuze overwinningen werd hij niet alleen wereldberoemd, hij zorgde er bijna eigenhandig voor dat de Nederlandse Republiek niet werd veroverd. Dat maakt Michiel de Ruyter uit Vlissingen tot de grootste zeeheld van Nederland. Wil je meer weten over dit kanonvenster en zo de geschiedenis van Zeeland ontdekken en beleven? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.